Dierenasiel Doornakkers is aan een grote opknapbeurt toe. Maar het asiel zelf heeft geen geld voor die klus. Het geld moet er wel snel komen, want aan het eind van dit jaar voldoen er verblijven van honden en katten niet meer aan de wettelijke eisen. Het pand is gewoon verschrikkelijk verouderd. Het is veel te klein. En dat weten we al jaren. Alleen ja, er moet een keer een knoop worden doorgehakt. Het dierenasiel heeft de gemeente Eindhoven en 14 andere gemeenten om geld gevraagd. Die andere gemeenten brengen ook dieren naar het asiel in Doornakkers, maar ze hebben nooit geld voor een groot onderhoud gedoneerd. Het is natuurlijk wel een financieel vraagstuk en er is geen rekening mee gehouden. Er is nooit geld gereserveerd aan de kant van gemeentes. Dus ja, daar moeten in begrotingen oplossingen worden gezocht. De gemeente Eindhoven twijfelt nog of ze geld aan de verbouwing willen geven en zo ja, hoeveel. Het asiel moet het antwoord van de gemeente afwachten voordat ze kunnen gaan verbouwen.